Nou, we zijn hier bij de opnames van een nieuwe promo voor NPO Radio 2. Nou, we werken met een hele bijzondere vorm van filmen. We gaan stop-motion techniek gebruiken. Dat betekent dat je een heleboel foto's neemt die achter elkaar tot een filmpje leiden. En degene die dat allemaal heeft bedacht is Jin, onze stop-motion regisseur. Zij kwam binnen met dit concept. Eerst dacht ik, snap ik dit helemaal? Maar toen zij het uitlegde en beschreef hoe zij het voor zich zag, toen dacht ik, ja, dit gaan we doen. We gaan honderden foto's schieten en samen moet dat een heel bijzonder filmpje opleveren. Radio 2 always plays good music, so they wanted to bring together different iconic songs from different decades and merge them together into a beautiful balanced sound at the end. I really wanted the visual to complement the audio. Basically different object from different decade, they will break open and inside we're gonna find soul of that decade. And this soul carries the music of that era. And at the end of the film, all these souls or the shapes are gonna come together and make a beautiful sculpture. I want this film to be a present for those people who listen to good music. Something that you don't normally see on TV, yeah. Dit wordt heel gaaf. Dit heeft nog niemand ooit op die manier gedaan. En dus doet Radio 2 het.